Goedemiddag mensen allemaal vanuit Utrecht. We zijn weer in de Wellness Medica in het open kantoor. En, we staan aan het begin van ons eerste webinar. En die is bedoeld voor regionale projectleiders om wat vragen te beantwoorden en wat duidelijkheid te scheppen over. Wat moet je nou eigenlijk de komende periode allemaal doen om succesvol met het open programma gang te gaan? Open bestaat uit een aantal onderdelen, zoals jullie weten. Een belangrijk onderdeel, dat zijn wat in de regio gaat gebeuren. Je vanuit het kleine kantoortje in Utrecht kunnen niet al 5000 in Nederland bereiken en behappen. En dat is natuurlijk wel wat we willen, want het open programma gaat alle huisartsen in Nederland helpen. Dossier in het wit, ten behoeve van alle inwoners van Nederland. Die daar gebruik van willen maken. Daar moet een stukje ICT voor gebeuren en daarom wil ik graag even Martina Bartelink voorstellen, die hier naast mij zit. Sinds deze zomer, eigenlijk voorjaar al, is Martina mijn collega, programmamanager. Mijn naam is trouwens Bart Brandenburg. Ik ben een van de programmamanagers van het programma. Naast mij zit Martina Bartelink. En aan de andere kant zit Anneke Vas. Een van onze regio-coördinatoren. Daar hebben we er inmiddels twee van. Martijn is de tweede en die komt straks ook. Verhaal gedaan heeft om de vragen mee te helpen beantwoorden. Maar nu eerst wil ik graag het woord geven aan Martina. Mochten er nog mensen zijn die moeite hebben om ons te zien of te verstaan, dan kun je de vragen via de chat stellen en willen kijken of we daarmee kunnen helpen. We hebben hetzelfde test. Volgens ons zou het allemaal moeten werken, maar je weet nooit of er nog problemen zijn die we kunnen oplossen. Dus als dat zo is, laat het dan even weten via de chat. Dat is ook de manier waarop we met elkaar gaan communiceren. Dus vragen kun je stellen via de chatfunctie van Zoom. Die komen hier binnen en die gaan wij dan in de loop van het vervolg van dit webinar gaan beantwoorden. Maar nu eerst, Martina. En de Stichting Legio. Goedemiddag allemaal. Mag ik het geluid en het slecht? Ik spreek wel dat het geluid slecht is, dat gaan we even aanpassen. Dan kijken of de microfoon, als ik die wat harder zet, of het dan beter wordt. Horen jullie ons nu beter? En dan zet ik hem gewoon wat dichterbij. Dat kan misschien ook wel helpen. Ja, ik hoor ook. Ik zie jou beter. Ja. Oké. Okay. Dank u wel voor de onderbreking. De microfoon staat maximaal open en staat straks van onze neus. Nogmaals, Bart Brandenburg, programmamanager, Anneke Vos, mijn naam is Martina Bartelink, mede-programmamanager Open, maar inderdaad, zoals Bart net aangaf, ook kwartier maken voor Stichting Legio. Stichting Legio is onlangs gestart, er is veel over te doen geweest, als in de Legio Stichting is aangekondigd, staat ook in de regeling, jullie allemaal wel bekend, en dat mag dan nu ook daadwerkelijk beginnen. De Stichting Legio is er om een vraagbundeling te doen in de eerste lijn. Nou, dat is natuurlijk nogal wat, in dit geval nu tot met het programma Open. Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Precies zoals in de regeling al staat. We hebben de vragen die op dit gebied zijn van de eerste lijn gebundeld. Ofwel, bij Stichting Legio gaat de vragen die er zijn, de wensen die er zijn voor de leveranciers, op de leveranciers afvuren. Wat gaan we doen? Van contracten. Stichting Legio gaat dus voor jullie contracten afsluiten met de dienstleveranciers, die vervolgens zullen voldoen aan de eisen die wij hebben gesteld. En dat zal ook na afloop gecontroleerd worden door middel van een IT-leveranciers. Daarmee zijn jullie. Dankjewel, nog steeds. Daarmee zullen de systemen goedgekeurd worden en hebben we een werkende DIS. Waarmee aan de slag kunnen met onze mooie online inzage. Dat is voor zover even. Stichting Legio is dus net begonnen. Jullie kunnen de eerste stapjes zien op www.stichtinglegio.nl. Het is voornamelijk gericht nog even op de leveranciers. Maar jullie zien dat we vanzelf al in beeld verschijnen. En druk doen. Contracten verwachten wij ergens dit jaar nog af te sluiten. Dus dan komt het allemaal in orde. En de rest zien we dan voorbij komen. Andere mediaberichten via de page van Open. Ja,
Dankjewel, Martino. Het lijkt zo simpel. Even een stichting oprichten. Ja. Maar ik weet dat er heel veel werk in doet. Maar we hopen nu al dat de stichting inderdaad datgene gaat doen waar we hem voor bedoeld hebben. Namelijk helpen met succesvolle onderhandelingen met leveranciers. En een hoop zorg bij huisartsen en weggevers wegnemen over zaken die op ICT-gebied geregeld moeten worden. Ja. Want die hopen wij vanuit Utrecht voor jullie op te kunnen lossen. En wat er dan dus ook gebeurt, we hebben inderdaad, zoals jullie zien, een goede duo in interactie daarin. He, Stichting Legio en het programma van Open zitten naast elkaar. En alle vragen die ook vanuit de regio nu ook nog tot ons komen, komen natuurlijk ook naar Stichting Legio. En ook in. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, noem maar even dat het geluid slecht is. Ja. Ja. We hebben het hier getest om mee te doen. Ja. Ja. Ik heb nu de microfoon nog weer op een andere stand gezet. En ik hoor graag of dat tot verbetering leidt. Dit is beter. Ja. Stukken beter. Ja. Heel goed. Dan was. Nou, even kort samenvatting. Martina vertelde nu net dat de Stichting Legio is opgericht. Dat leek een simpele handeling, maar dat is nog best ingewikkeld. Maar wat gaat de Stichting Legio doen? Die gaat namens alle huisartsen van Nederland onderhandelen met de HIS-leveranciers en eventueel nog met wat andere leveranciers die we ook nodig hebben om die veilige en betrouwbare online inzage voor jullie mogelijk te maken. Daarmee is de verwachting dat we heel veel zorgen en verwarring in het land weg kunnen nemen, omdat we gewoon met één mond spreken en aan één tafel met de leveranciers onderhandelen. Stichting Legio is er inmiddels. Website. Ja. Martina is kwartiermaker en gaat zich ook in nauwe samenspraak met het open programma bezighouden met het reilen en zeilen van de Stichting Legio. Dit even. Als korte samenvatting. Ja. Oké, okay. Prima. Nou, nogmaals excuses voor de technische perikelen aan het begin. Maar dan gaan we nu onvervaard verder. Martina, je hebt nog genoeg andere dingen te doen. Met ICT-leveranciers onderhandelen, om maar eens iets te noemen. In jouw plaats schuift aan Martijn Schoormans. Martijn is relatief nieuw bij het open programma. En is samen met Anneke Vas, die hier aan de andere kant naast mij zit, de tweede regio-coördinator. Dankjewel, Martina. Tot ziens. Welkom, Martijn. Kom erbij. Dankjewel, Bart. Wil je jezelf even kort voorstellen? Regionale mogen beantwoorden. En daarvoor zal ik een groot aantal van u hopelijk ook ontmoeten. Ik zou dat wij proberen de regionale coalitievorming zo vlot mogelijk te laten verlopen en het proces ook proberen te optimaliseren. Mochten er dingen zijn of opmerkingen of aanmerkingen of tips die je hebt in de loop van de tijd, dan staan we er altijd voor open. Dat willen we altijd proberen om daar antwoord op te geven en ook het proces daarop te verbeteren en aan te passen. Ja, dankjewel Martijn. Martijn, Anneke en ik, met ondersteuning van onze datamanager Adrie Anatrot, die zoals het een goede datamanager betaamt, vooral achter de schermen actief is, vormen wij het regio ondersteuningsteam. De afkorting daarvan, die ligt niet zo gelukkig, dus die gebruiken we maar niet. Dus wat Martijn al zei, wij komen met jullie in contact. En heel veel van de mensen aan de andere kant van het scherm, die hebben we waarschijnlijk al wel een keer gesproken of gaan dat binnenkort doen. Ik wil nu eventjes een kort overzichtje laten zien van waar staan we nu eigenlijk met de regio's. Want we hebben iets te vieren met elkaar. Wij hebben met hulp van Martijn en Adrie en nog wat andere mensen, houden wij nauwgezet in de gaten hoe het gaat met regio's
en waar we staan. En dat laten we dan zien in een taartdiagram. En dat taartdiagram dat had een rode taartpunt. En de rode taartpunt was de regio's die nog niet bekend zijn bij open. En die rode taartpunt die zagen we gelukkig de afgelopen weken steeds kleiner worden. En sinds deze week is die verdwenen. En wordt het taartdiagram vooral gevuld door een groene taartpunt. Dat zijn de regio's die in beeld zijn bij open en die een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend en ingeleverd. En de oranje taartpunt, en die wordt gevormd door de regio's die zich al hebben aangemeld bij open, maar die nog wat eerder in de pijplijn zitten. Ja, daar komt hij aan. Uit de beschrijving hebben jullie misschien al wel begrepen dat de rode taartpunt dus verdwenen is, dat het grootste deel wordt ingevuld door de oranje en de groene taartpunt. En als we dit plaatje vorige week hadden laten zien, dan was de groene taartpunt ongeveer 1/3 geweest. En die begint nu al aardig richting de 50% te lopen. Waarmee de oranje taartpunt natuurlijk navenant kleiner wordt. Met andere woorden, het gaat goed. Jullie doen je best. Jullie melden je aan. Jullie dienen samenwerkingsovereenkomsten in. En een aantal van jullie zijn nu ook begonnen met de nulmeting. Er zijn ook een aantal nulmetingen ingevuld. En inmiddels zijn er 2 volledige subsidieaanvragen. De deur uit richting VWS en de derde gaat vandaag. Ja. En dat betekent, na het invullen van de nulmeting komen wij bij jullie langs voor het regiogesprek. En krijg je van ons het bewijs van deelname, het bewijs van aanmelding. En dat is wat ons de komende weken van de straat gaat houden. En de afgelopen weken ook al een beetje. We zijn erg tevreden over wat jullie allemaal doen. En we weten dat dat niet vanzelf gaat. We hebben ook wel gemerkt dat we best wel wat aan jullie vragen als we de nulmeting aanbieden. Daar zit een hoop werk in. We hebben geprobeerd om dat zo makkelijk mogelijk te maken met de directe links, met het AGB-register en met de mogelijkheid om eventueel vanuit Excel-bestanden ook data in te laden. Maar desalniettemin, het blijft een hoop werk en het verheugt ons zeer dat jullie inzien dat dat de moeite waard is en dat dat ook wat oplevert. Dus de volgende mijlpaal waar we nu met z'n allen met spanning op wachten is de eerste regio die de subsidie verleend krijgt. Want dan weten we natuurlijk helemaal dat het hele proces loopt zoals we graag zouden willen dat het loopt. Maar dat kan nog wel even duren, want VWS heeft daar 13 weken de tijd voor. En de periode tussen indiening en daar zit nog geen 13 weken tussen. Maar dan gaan we dat jullie ongetwijfeld laten weten als dat gelukt is. Want dan is dat ook voor de andere regio's een aanmoediging om door te gaan op de goede weg waar jullie nu al mee bezig zijn. Dus eigenlijk, je weet misschien zelf wel, als het goed is, weet je wel in welke taartpunt je thuis hoort. En eigenlijk is, denk ik, verwachten wij dat de meeste vragen en de meeste aandacht die je nu in de rest van de tijd die we nog hebben, zal uitgaan naar het beantwoorden van vragen over samenwerkingsovereenkomst, hoe regel ik dat en wat zijn de eventuele problemen waar ik tegenaan loop. En de tweede belangrijke is denk ik de vraag wat komt er allemaal in de nulmeting op me af en hoe kunnen jullie daarbij helpen en welke problemen kunnen we daar voor jullie oplossen. Andere vragen zijn natuurlijk ook welkom. We hebben bedacht dat het misschien vandaag ietsje minder zuiver over de ICT zou moeten gaan, omdat dat onderhandeling is waar we ook vaak de ICT-leveranciers bij willen betrekken. Maar mocht je een ICT-vraag hebben, aarzel niet om hem te stellen. Ik heb al een korte vraag over het tijdspad gekregen van de leveranciers. Kun je al iets zeggen over het tijdspad en in welke mate worden de leveranciers daaraan gehouden? Ja, dat is op zich een goede vraag. Ook wel een beetje een spannende vraag, want daar hangt natuurlijk heel veel van af. Wat ik daarover kan zeggen is,
Alle leveranciers zitten inmiddels bij ons aan tafel, bij Open en nu dus ook bij de Stichting Legio. We hebben op 26 september een goed en constructief leveranciersoverleg gehad, waarbij alle leveranciers nog een keer bevestigd hebben dat ze mee gaan doen aan het Open programma en daar ook het nut van inzien. Dan is natuurlijk vervolgens de vraag, ja, maar wanneer dan? En wanneer komt de boter bij de vis? Dat is de fase waarin we nu zijn. Dus Martina, die hier net even zat, is druk bezig om met leveranciers overeenkomsten te sluiten. Dat doet ze samen met onder andere Mariette Willems, die sommigen van jullie misschien ook wel eens gezien hebben of in een eerder webinar of een andere plek. En met Michiel Boerkamp, dat is onze leveranciersmanager. Zij met z'n drieën zijn dus met alle leveranciers in gesprek om overeenkomsten te sluiten, handtekeningen te zetten en daar ook een vergoeding aan te hangen. Dat is in ieder geval een proces wat loopt, waarvan we nog niet precies tot op de week nauwkeurig kunnen zeggen wanneer dat afgerond zal zijn, maar de verwachting is toch wel dat we dat voor het eind van het jaar allemaal rond hebben. Leveranciers weten natuurlijk al meer dan een jaar wat er van ze verwacht wordt. En we weten ook dat veel leveranciers daar al lang mee bezig zijn en soms ook al een heel eind zijn. Maar er zijn een aantal afhankelijkheden. Een van de afhankelijkheden waar leveranciers ons op wijzen is dat er bijvoorbeeld de met mij standaarden die wij verplicht zijn, dat die wel ook beschikbaar en implementeerbaar moeten zijn. Dat is niet in alle gevallen is dat al helemaal rond, maar ook daarvoor wordt constructief overleg gevoerd. Dus aanstaande maandag is er weer een overleg met de mensen van Met Mij, met de mensen van Nictis en alle andere technische betrokkenen. En de instelling is eigenlijk vooral, we gaan het oplossen met elkaar. En de deadline 1 juli 2020 is voor alle leveranciers duidelijk. Leveranciers is het ook duidelijk dat er dat er daarvoor ook nog wel wat tijd moet zijn voor de huisarts om het in gebruik te nemen. Dus opleveren op 30 juni, dat is dan wel heel erg krap. Er zijn ook wel signalen dat er mogelijk al wel leveranciers zijn die eind dit jaar al wat beschikbaar kunnen stellen. Maar heel concreet kan ik daar nog niet over zijn, helaas. Ik zou dat heel graag willen. Maar de verwachting is toch dat er voor 1 juli... voor de gemiddelde HIS-gebruiker al wel een werkende oplossing opgeleverd gaat worden. En we houden je er natuurlijk van op de hoogte wanneer dat ook daadwerkelijk duidelijk wordt wanneer dat zal zijn. Ik hoop dat voldoende is, voldoende concreet. Veel concreter dan dit kan ik het nu niet maken. Maar we gaan de goede kant op. Er komt nog een suggestie voorbij van Bas Bomer, die het idee heeft van of het leuk zou zijn om zeg maar de voortgang van de maken op de website te publiceren. Ja. Ook om nog een beetje competitie aan te bakkeren daarin. Ja. Ook in vraag van transparantie is dat natuurlijk een mooi beeld kunnen geven. Wat is daar het idee van Open over? Ja, nou, we zijn het eigenlijk aan onze naam verplicht, zou je bijna zeggen. Als je Open heet, dan moet je daar ook open over zijn. Aan de andere kant worden leveranciers natuurlijk altijd wel een beetje nerveus als je ze met elkaar gaat vergelijken. Maar ik denk wel dat we belangrijke stappen, zoals de overeenkomst is gesloten en eventueel oplevert data en dat soort zaken, dat we daar wel duidelijkheid over moeten geven. En inderdaad, als het openbaar is, dan is dat vaak ook een prikkel voor leveranciers om daar aan te voldoen. Of misschien zelfs wel om als eerste of als beste uit de klas te komen. Dus daar gaan we denk ik wel een creatieve oplossing voor verzinnen. Om dat wat inzichtelijk te maken voor de mensen in het land die er op zitten te wachten. Dus bedankt voor je suggestie, Bas. Ja. En daar gaan we vast iets mee doen. En er komen toch nog wel wat leveranciers vragen voorbij, dus je zou graag nog even willen stellen voordat ik over schakel naar Martijn. Ja. En wel een reële vraag, denk ik, van wat gebeurt er als een leverancier de termijn van 1 juli niet haalt? Wat is dan de consequentie? Dat is ook een belangrijke en een goede vraag. We gaan natuurlijk
alles op alles zetten om te voorkomen dat dat gebeurt. En daar hebben we ook wel, ik zou zeggen, machtige vrienden bij die ons daarbij kunnen helpen. In de zin dat bijvoorbeeld Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, heeft gezegd tegen alle VIP-programma's, dus ook tegen ons, van als jullie leveranciers tegenkomen die het niet dreigen te halen, ofwel omdat ze het niet kunnen ofwel omdat ze het niet willen, laat het me alsjeblieft weten, dan nodig ik ze uit in Den Haag. Dan gaan we een goed gesprek met elkaar aan en dan gaan we kijken hoe we het op kunnen lossen. Dus er zijn gelukkig een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het niet vrijblijvend is wat we afspreken. Of sowieso de overeenkomsten zijn niet vrijblijvend. Dus ook de vergoedingen die hangen natuurlijk wel af aan het tijdig opleveren van datgene wat we vragen. Maar ja, in theorie is het mogelijk. En dan gaan we daar natuurlijk weer een oplossing voor vinden. Maar in de praktijk gaan we ervan uit dat we dat niet nodig hebben. En dat we uiteindelijk met alle leveranciers op tijd tot een werkende oplossing kunnen komen. Goed, ja. Nou, dat zelfdoende antwoord geeft op de vragen. Zou jij de microfoon goed naar je toe willen schuiven, zodat je goed hoorbaar bent en stel je even voor. En wie ben je eigenlijk? En, ja. En ga je gang. Goedemiddag. Bericht krijgen via de chat. Mijn naam is, zoals je dan zei, is Martijn Schoolmans. Ik ben regio-coördinator voor het programma Open. Regionale coalities blijven ons opslagen van de coalitie. En ook zorgen dat aan alle vereiste elementen is voldaan die nodig zijn om bij het ministerie van VWS een subsidieaanvraag te kunnen indienen voor de coalitie. En later om ervoor te zorgen dat de scholing. Oké, nu misschien moet ik nooit zien. Haren praten. Nou, het idee is, de inzet is op dit moment om ervoor te zorgen samen met Anneke dat het proces van coalitievorming zo snel mogelijk en zo vlot mogelijk verloopt. Dat er een goed en samenhangend plan ontstaat. Om ervoor te zorgen dat het ministerie van VWS positief reageert op subsidieaanvraag. En daarna dat de scholingsmodules en de communicatiemiddelen die nodig zijn, zowel voor de praktijken als voor de patiënten, om online inzagemogelijkheid goed te implementeren en te introduceren, om dat goed mogelijk te ondersteunen. Dat is in ieder geval zoals ik mijn taak voor me zie en zoals ik de komende weken probeer, de komende maanden zal proberen, waar ik me op zal richten, omdat ik zal proberen om te bewerkstelligen. Ja, want Martijn, jij bent volgens mij bij uitstek degene die boostplannen, vertaald in concrete stappenplannen en wat moet je dan doen en wanneer. En wat we gemerkt hebben is dat bijvoorbeeld het startpakket wat we gemaakt hebben, dat wel door heel veel mensen die hem hebben gedownload werd gezien als een hele bak met informatie die je in één klap over je uitgestort krijgt. En jouw taak is onder andere om dat proces een beetje op te knippen en stap voor stap datgene aan te leveren wat nodig is om weer verder te komen. Mijn taak is in samenwerking met Anneke en Bart om gedurende het proces van coalitievorming ervoor te zorgen dat het grote verhaal en alle informatiestukken die u allemaal moet opleveren, dat het wat behapbaarder en wat concreter wordt. En dat we dat stapsgewijs kunnen met elkaar komen tot een samenhangend plan. Om er enerzijds voor te zorgen dat de subsidieverstrekker, het ministerie van VWS, positief reageert op de indiening van de subsidieaanvraag. En ook daarna dat het verloop van de scholingsmodules, maar ook de inzet van communicatiemiddelen maximaal gefaciliteerd wordt vanuit het programma, zodat u in uw regio ervoor kunt zorgen dat de nodige inzet en activiteiten, zowel binnen de praktijken en daarbij de huisartsen, als voor de patiënten zo goed mogelijk verloopt. Om daadwerkelijk voor te zorgen dat de online inzagemogelijkheid op de best mogelijke manier in Nederland wordt geïntroduceerd in de komende maanden. Nou, mooie ambitie, Martijn. Zijn er inmiddels vragen over dit onderwerp? Ik geloof dat de aandacht wat uit is gegaan naar het geluid. Maar
Martijn, kun jij iets vertellen? Want ik weet dat er regelmatig een vraag komt van, goh, ja, kunnen wij templates maken voor zowel een praktijkplan, voor bijvoorbeeld een begroting? Hè? Het zijn natuurlijk allemaal dingen die nodig zijn voor de subsidieaanvraag. Kun je daar iets over vertellen wat daar de stand van zaken over is? Ja, wat de stand van zaken op dit moment is, is dat we hebben, ik zal met de deur in huis vallen. Het is voor ons niet mogelijk om echt voor iedere specifieke situatie van uw specifieke regio een template aan te bieden. Die zal passen. En dat komt omdat de essentie van het programma en ook van de planvorming is om juist voor die specifieke set omstandigheden een aanpak te genereren. En dat is uiteindelijk iets wat projectleider zelf het best kan doen en ook het best kan inschatten. Daarentegen is het wel zo dat we vanuit het open programma een overzicht en ook een handreiking zullen aanbieden, waarin we het gehele proces van coalitievorming op een wat hoger niveau zullen beschrijven en zullen toelichten. Zullen uitleggen op welke manier de nulmeting inzicht geeft in uw specifieke situatie en volgens welke overwegingen en welke stappen dat uiteindelijk uiteindelijk een plan uit kan rollen. En het is dat plan waar bepaalde activiteiten in zijn benoemd, die dus de regionale uitdaging aanpakken. Die activiteiten, die leiden vervolgens tot een begroting. Nu is het zo dat we graag wel laten zien wat voorbeeldbegrotingen bijvoorbeeld zijn. En daar hebben we wel ideeën bij. Dus op die manier is er wel een modelbegroting die we ter beschikking kunnen stellen. Maar het zal geen format zijn waarbij het alleen maar een kwestie is van nog wat variabelen invullen en dat het dan een begroting uitrolt. Uiteindelijk zal dat dus echt het resultaat moeten zijn van een samenhangend plan dat begint bij de nulmeting in een specifieke situatie, specifieke uitdagingen die daaruit voortkomen, de keuzes die u wat dat betreft in uw eigen regio maakt en de activiteiten waar u dus vervolgens een bepaalde hoeveelheid geld voor gaat begroten. Dus dat is eigenlijk de lijn in het komen tot een goed activiteitenplan waarmee de subsidie kan worden aangevraagd. Ja, dus als ik het even mag samenvatten, Martijn. De nulmeting geeft eigenlijk een indruk van waar staan we als regio? Absoluut. Gekoppeld aan de vraag waar willen we naartoe? En dat zijn een aantal activiteiten, dat zijn misschien de modules waar je voor kiest. Activiteiten die misschien toch al wel op de agenda staan als regio. Dus de combinatie van waar staan we, waar willen we naartoe? Dat levert eigenlijk de input op basis waarvan je dan zegt, nou dan maken we daar een soort begroting, maken we daar een begroting bij en die dienen we in. Ja. Ik denk dat het wel goed is. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Ja. Nu samenvat. Wat denk ik wel goed is om te realiseren, is dat we heel nadrukkelijk hebben afgesproken dat een gedetailleerde implementatieplanning of activiteitenplanning, dat die pas komt nadat de subsidie is aangevraagd en verleend. Precies. Want de 10.000 euro die iedere regio krijgt, buiten de vergoeding voor de modules per patiënt, die is juist bedoeld om dat plan te schrijven. Want we begrepen natuurlijk ook wel dat je als regio, dat we niet kunnen vragen dat je al heel veel dingen gaat doen voordat je daar überhaupt een vergoeding voor hebt gekregen. Dus het is een heel duidelijke bedoeling dat je toch probeert om echt op hoofdlijnen een activiteitenplan en een begroting in te dienen. VWS zou heel graag heel veel detaillering willen, maar ja, dat zit er nou helemaal niet in. En dat proberen we zo keer op keer uit te leggen, dat het echt gaat om een activiteitenplan en een begroting op hoofdlijnen. En dat de detaillering in de eindverantwoording pas komt. Dat vinden ze ingewikkeld, maar ja, zo gaan we het wel doen. En het is natuurlijk heel fijn als we straks een aantal verleningssubsidies hebben, dan weten we van nou, deze manier werkt het. Maar we hebben al een aardige indruk en ook wel getoetst met VWS van nou, als we het nou zo doen, gaan jullie het dan goed vinden? En daar hebben we wel een indruk van en dat gaan we binnenkort met jullie delen. Die inzichten en die templates die we daarvoor ontwikkeld hebben, dus die komen een deze dagen worden ja. Die... Want dat was inderdaad een vraag van wanneer is die handreiking beschikbaar? Wanneer kunnen we die delen met regio's? Nou, het is zo dat de wat betreft de inhoud van de handreiking, is het zo dat die deze week klaar is. En dan is het ook zo dat ik heb afgesproken, ook met mijn collega's binnen het programmabureau, die meer verstand hebben dan ik van hoe dat je een boodschap ook communicatief goed vormgeeft. Ja. En misschien wel eventueel er nog een plaatje bij zou moeten. En bijvoorbeeld ook in conform de stijl zoals we die
hanteren vanuit het Open Programmabureau. Zodat ze het ook snappen, Martijn, dat bedoel je. Dat ze het ook snappen, ja. Nou precies. Ja. Dus, de inzet is om daar volgende week met elkaar uit te komen. Dus dan verwacht ik eind volgende week dat te kunnen delen. Ja. Ik zie wat vragen voorbij komen met betrekking tot de subsidiestroom van de regio's. Ilse Moes van Zorggroep Toon vraagt of de 20 cent subsidie, is dat een vast bedrag of afhankelijk van het activiteitenplan en begroting? En er wordt ook gevraagd, in dat kader krijgt elke regio 10.000 euro voor de eerste subsidieaanvraag, of dat zo goed begrepen is. Ja. Kunnen je even schetsen, nog heel plat, van wat voor subsidieregeling de regio kan ontvangen, kan verwachten? Ja. Iedere regio die een aanvraag indient, hè, dus iedere regio die een samenwerkingsovereenkomst heeft ingediend aan de inclusiecriteria voldoet, die heeft in ieder geval recht op 10.000 euro. En op 20 cent per module, per patiënt, per inwoner. En aangezien je recht hebt op maximaal 3 modules, zijn dat 60 cent, dus 10.000 euro plus 60 cent per inwoner. Laten we even zeggen, een regio van 200.000 inwoners heeft dus recht op 130.000 euro. Namelijk 200.000 keer 60 cent, 120.000 euro, plus 10.000 euro is 130.000 euro. Ergens achterin het handboek staan een aantal rekenvoorbeelden voor verschillende regiogroottes. Je krijgt altijd die 20 cent als je kiest voor een bepaalde module. Maar dan moet natuurlijk wel blijken uit je activiteitenplan dat je de activiteiten van die module ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Nou zit in, dat zijn voor een aantal modules zijn dat dezelfde dingen. Scholing zit er vaak in, communicatie zit er vaak in. En voor een aantal modules zijn dat specifieke dingen. Bijvoorbeeld als je kiest voor module 5, ervaring opdoen met PGO's, dan is een van de activiteiten die je daarvoor moet doen, is inrichten van een gebruikerspanel met leveranciers en zorgverleners en patiënten. Dus dan moet uit je activiteitenplan wel blijken dat je dat ook gaat doen. Mm-hmm. Maar daarna is het niet zo dat VWS zegt van nou, dit activiteitenplan vinden we een beetje mager. Wij geven 18 cent per patiënt voor deze module. Het is altijd die 20 cent maal het aantal inwoners wat je hebt opgegeven. Is jouw vraag daarmee beantwoord, Ilse? Ja, het is een combinatie van een aantal vragen. Er komen echt nog wel goede andere inhoudelijke vragen bij. Joep Scheltenga vraagt bijvoorbeeld terechte vraag, hè, de subsidie mag niet als 100% inkomsten geteld worden. Er is een eigen bijdrage verplicht, maar het is niet helemaal duidelijk welk percentage eigen bijdrage geldt op deze begroting. Ja, dat is een vraag die we inderdaad ook al een aantal keren eerder hebben gehoord. We hebben aan VWS gevraagd, hanteren jullie een bepaald minimumpercentage? Het antwoord daarop was eerst nee. Dat is, aan de ene kant is dat fijn, want dan zit je niet aan een vast bedrag gebakken. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook een beetje onduidelijk. Omdat je niet weet van, stel dat ik 30% eigen bijdrage opvoer, is dat dan genoeg? Het antwoord wat kwam is, ja, er moet in alle redelijkheid blijken dat regio's zelf ook dingen, activiteiten ondernemen die niet te last van de subsidie zijn. Wij denken zelf dat het aantal activiteiten wat je vaak als regio, naar een organisatie, als zorggroep toch al doet, bijvoorbeeld het organiseren van de scholing, het inrichten van een stuurgroep of een begeleidingscommissie die met de regionale projecten meekijkt. Een aantal zaken op het gebied van communicatie. Stel, je verstuurt al af en toe een nieuwsbrief aan al je leden of je hebt een website waar je leden informeert. Dat zijn natuurlijk in principe, zeg maar, activiteiten die je toch al doet, die je dan voor een gedeelte ten laste kunt brengen van het open programma. Dus stel, je organiseert een tweedaagse. Een middag van die tweedaagse wordt ingevuld met open scholing. Dan zou je een bepaald percentage van de organisatiekosten van die tweedaagse ten laste kunnen brengen van de open begroting. Wij verwachten, als je dat
dat voor de meeste regio's zou gelden, als je het op die manier doet, dat je ergens op een eigen bijdragepercentage van 20-30% komt. En wij verwachten ook dat dat voldoende zal blijken te zijn. We hadden heel graag gezegd, nou, het moet 25% zijn en dan zit je altijd goed. Dat concrete antwoord hebben we niet van VWS gekregen. Oké, dank. Er zijn nu verschillende vragen over het moment van aanvragen van modules. Hè. Moet je de modules in één keer aanvragen of mag je later eigenlijk tot de conclusie komen dat je nog een tweede of een derde wil in gaan zetten? Dus dat is vraag 1. En de tweede vraag over het volgen van de modules is dat er één verplichte, in de staatscourant staat gemeld, er is één verplichte module, de eerste module. En dat daarnaast twee modules gekozen moeten worden. Klopt dit? Want zo lijkt het alsof er 3 modules gekozen moeten worden. Ja, in totaal, je hebt recht op 3 modules. Ja. Maar als je aan de open voorwaarden wil, zeg maar de minimale module die je in ieder geval gedaan moet hebben, is module 1. Ja, die is verplicht. Zonder module 1 kun je überhaupt geen subsidieaanvraag doen. Wij denken zelf, en dat blijkt ook wel in de praktijk, dat module 2 voor... Die heeft bijna een beetje de status van semi-verplicht, omdat voor de meeste regio's geldt sowieso dat het een hele logische opvolgmodule is na module 1. En wij tot nog toe ook nog geen regio's zijn tegengekomen die aan de eis voldoen, waardoor je module 2 zou kunnen overslaan. Namelijk dat je al meer dan 20% aantoonbare online inzage onder je populatie hebt gerealiseerd. Dat is zeg maar... het exclusiecriterium waardoor je module 2 niet hoeft te doen. Dus wij denken dat voor als je met succes de resultaten van het open programma in jouw regio wil behalen, dat het heel verstandig is om module 1 en 2 te doen. En daarna een keuzemodule. En die keuzemodule is in principe niet verplicht. Dus je mag ook zeggen, nou, ik dat stukje van de subsidie, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Dat mag. En het is wel zo dat je bij de aanvraag al moet kunnen aangeven welke modules je gaat doen. Maar dat kan heel globaal. Dus als jij aangeeft, ik kies voor keuzemodule 3 en die ga ik in 2021 ga ik die uitvoeren, dat is in principe genoeg. Dus je hoeft daar nog niet heel concreet in te zijn. Maar je moet alle modules, moet je aangevraagd hebben. Nu al bedenken welke modules je in de hele looptijd wil doen. Want het subsidieloket van VWS voor de regio's heeft een beperkte openingsduur. En het loket sluit met een klap op 31 mei 2020. En dat is met name ook gedaan omdat natuurlijk wil je aan de verplichting kunnen voldoen dat je op 1 juli 2020 online inzage mogelijk hebt gemaakt, dan moet je wel wel uiterlijk begonnen zijn. Dus ons streven als open organisatie is A, om alle regio's in beeld te hebben, check, want dat hebben we nu, maar B, er ook voor te zorgen dat eigenlijk eind dit jaar toch wel een hele overgrote merendeel van de regio's de subsidieaanvraag de deur uit heeft. En dat betekent dus dat je inderdaad nu de komende maanden als regio moet gaan bedenken welke modules wil ik en welke keuzemodule. En voor de meeste regio's zal het dus neerkomen op module 1 en 2 en 1 module naar keuze. Als achteraf blijkt dat je die module niet helemaal hebt uitgevoerd, dan krijg je een deel van je subsidie, wordt niet uitgekeerd. Je krijgt 70% krijg je bij aanvang en 30% bij oplevering. Dus mocht nou blijken dat je toch die keuzemodule niet helemaal... Je loopt niet veel risico door een keuzemodule aan te vragen en later te kiezen. En dan later achter komen dat je hem niet doet. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Ik denk dat het de beste optie is om hem wel te doen. Maar mocht dat niet lukken, dan is er dus een beperkt gedeelte van je subsidieaanvraag die je dan bij de eindverantwoording niet krijgt uitgekeerd. Dus het antwoord is, je kunt hem beter nu aanvragen, want na 31 mei is er geen aanvraagmogelijkheid meer. Dus het is niet zo dat je in 2021 denkt, oh, die keuzemodule waar ik eerst niet voor heb gekozen, die lijkt me nu
toch wel de moeite waard. Want dan ben je te laat. Ja, ik zie dat daar inderdaad een aantal vragen over gaan. Hè, van hè, op het moment dat je dus niet eigenlijk helemaal het programma afdraait. Ja. En dan betekent dat dus inderdaad dat je op een gegeven moment... Ja. Aan het einde van het verhaal een gedeelte van de subsidie terug moet betalen. Dat even heel... dat je het gedaan hebt. Ja. Het kan zijn dat je nu natuurlijk een plan hebt gemaakt met voor je hele regio. Maar dat uiteindelijk blijkt dat je als regionale coalitie, dat het niet gelukt is om alle deelnemende huisartsen ook daadwerkelijk de scholing of de andere verplichtingen die daarbij horen aan voldoen. Ja, dan zul je dus inderdaad loop je het risico dat je dat monitoren. Maar let op, wij gaan jullie daar natuurlijk wel bij helpen, want daar zijn we voor. En dus op het moment dat we merken dat bepaalde regio's worstelen met de voortgang, dan gaan we kijken welke regio's lukt het wel, hoe hebben die dat geflikt. En kunnen we die natuurlijk ook in de regio waar het moeilijker gaat van toepassing verklaren. Dat is denk ik, en we hebben tijd, hè, we hebben tijd. De strakke deadline 1 juli 2020 geldt natuurlijk alleen maar voor het eerste stukje. Zeker. Voor het aanbieden van de data. En daarna hebben we nog tijd om dingen te ontdekken. En het is natuurlijk ook heel ingewikkeld als je met elkaar toch een redelijk nieuw traject ingaat. Innovatie in de praktijk gaat brengen, dan is het natuurlijk bijna onmogelijk om eind 2019 al te bedenken wat je in 2022 gaat doen. Zeker. En dat snappen we heel goed. Aan de andere kant zijn de keuzemodules ook wel zo generiek omschreven dat je er ook wel vrij veel kanten mee op kan. Hè? Dus je kunt ook in de loop van je hoeft in je aanvraag al niet heel specifiek tot achter de komma nauwkeurig te vertellen wat je dan in die keuzemodule gaat doen. En dus daar heb je nog tijd voor. En dan kun je gaandeweg met voortschrijdend inzicht, kun je daar best nog wel wat in bijsturen. Misschien is het goed om daar nog even een hele korte samenvatting over te geven. Tot 31 mei 2020 is het mogelijk om één subsidieaanvraag te doen. In die ene subsidieaanvraag moet het in één keer duidelijk zijn welke modules in beginsel gevolgd gaan worden. Voor module 1 geldt dat deze per 1-7-2020 ook daadwerkelijk afgerond moet zijn. Voor de andere modules geldt dat niet. Daarbij is het zo dat in de loop van de periode, en dat is tot en met 2022, dat het ministerie verwacht of een bepaalde inspanningsverplichting oplegt. Dus het is zo dat een aantal activiteiten zichtbaar georganiseerd moeten zijn. Dat is waarop uiteindelijk wordt besloten of wel of niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden. En op het moment dat de aanvraag tot vaststelling wordt ingediend, op het moment dat u klaar bent met het programma, is dat dus ook waar het ministerie naar kijkt. In de tussentijd, zoals Bart al zei, zijn wij beschikbaar om dat zo goed mogelijk te begeleiden. En om te kijken van, goh, als het op de ene plek heel goed lukt om een bepaalde module voor elkaar te krijgen, of omdat de scholing daar echt buitengewoon goed georganiseerd is, te kijken of we dat zouden kunnen geven als advies aan een andere regio. En wij zorgen er natuurlijk in de tussentijd ook voor dat we met elkaar en met het ministerie in gesprek blijven over. Klopt het dat we op deze manier voldoen aan de inspanningsverplichtingen en voldoen aan de dingen die het ministerie daadwerkelijk ook verwacht? Ja, en tot het onmogelijk is niemand gehouden. Hè? Dus als we er gaandeweg het traject achter komen dat bepaalde dingen niet lukken, of om wat voor reden dan ook, dan gaan we daarover in gesprek met VWS. En het belangrijkste is inderdaad wat Martijn zegt, het gaat voor een aantal activiteiten gaat het toch vooral om een inspanningsverplichting. Dus dat jullie je best doen. En volgens mij hebben we nu al geconstateerd dat jullie dat doen. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over, eerlijk gezegd. Goed, dank. Ik kijk even naar de tijd. Het is nu bijna 2:10. Er zijn nog een paar vragen. Als jullie tijd hebben, kan ik die kort nog even vragen. En anders zullen wij vragen verzamelen die we later ook in onze regelmatige updates die we naar jullie sturen ook zullen communiceren. Even kort, Bart, de vraag nog heel eventjes naar aanleiding van wat ten goede mag komen aan de gesubsidieerde activiteiten en je eigen investering die je daar doet. Denk jij dat de zorgverzekeraar daar ook mee akkoord gaat als dat die gelden uit de ONI komen? Kun je daar iets over zeggen? Of is dat specifiek? De ONI-afspraken die je met de zorgverzekeraar hebt gemaakt, die gaan natuurlijk
soms over hetzelfde soort activiteiten. Die gaan vaak ook over ICT of e-health of digitale ondersteuning. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daar goed te kijken naar, wordt er een schijn van dubbelfinanciering gewekt. Hè? Dus waar met name de subsidiegever, dus VWS in dit geval, heel scherp op zal letten, is betalen we niet twee keer voor hetzelfde. En ik denk dat zorgverzekeraars, die horen dat ook af en toe al roepen, van is daar niet aan voor betaald? Dus ik denk dat als je op het moment dat je duidelijk kunt aangeven van ik gebruik een stukje open geld voor deze activiteit, ik gebruik een stukje ONI-geld voor een vergelijkbare activiteit, maar wel duidelijk te onderscheiden van wat in het open programma zit. Maar bijvoorbeeld, ik doe iets op het gebied van ketenzorg en dat geld komt uit een ander potje, maar uiteindelijk werkt het wel allemaal dezelfde kant op. Dan denk ik dat je een goed verhaal hebt. Maar het is met name belangrijk om helder te maken dat er geen sprake is van twee keer betalen voor hetzelfde. Oké. Ik denk ter afronding nog twee brandende vragen. Eentje gaat over scholing. Wanneer komt het scholingsmateriaal beschikbaar, verwachten wij? En de vraag is, kan het ook een e-learning worden? En zo ja, komen wij dan met een format? En de tweede vraag, dat is ook denk ik wel een hele belangrijke in relatie tot het open programma, is dat in de praktijk, wij willen natuurlijk echt ervoor zorgen dat die online toezage of inzage door patiënten toe gaat nemen. De praktijk heeft daar toch wel twijfels bij, omdat de 20% die er nu verwacht wordt al behoorlijk hoog is. Ja. Wat is ons idee daarbij? Dus er zijn twee vragen, online inzage, percentage en scholing. Ja, ik denk dat we hem daarmee kunnen afsluiten. Ja. Mochten er nog vragen in de chat voorbij komen, zullen we die verzamelen. En mochten er ook vragen zijn die nog niet beantwoord zijn, dan zullen wij die ook beantwoorden. Ofwel via de mail direct, persoonlijk, ofwel via een update als het relevant is voor de rest van de regio's. Ja, de scholingsvraag. De scholing wordt in ieder geval e-learning, maar zoals het tegenwoordig heel modieus heet, blended learning. Dat wil zeggen dat we ook materiaal gaan ontwikkelen waarmee je met elkaar in een zaaltje kunt gaan zitten en op locatie kennis kunt delen en uitwisselen en tot je nemen. De e-learning gaan we waarschijnlijk aanbieden via de gebruikelijke kanalen. Bijvoorbeeld via de online leeromgeving van het Nederlands Huisartsgenootschap. En via de kanalen van de LAV-academie, om maar zo te noemen. Die zitten ook met ons aan tafel bij het ontwikkelen van de scholing. Wanneer is die klaar? Volgens de huidige planning willen we de scholing voor module 1 willen we opleveren ergens eind oktober, begin november. Maar we denken dat het, omdat we toch verwachten dat de meeste ICT-leveranciers dit jaar nog niet hun spullenboel zullen gaan opleveren, maar waarschijnlijk op zijn vroegst begin volgend jaar, is ons advies op dit moment om met de scholing in januari pas te beginnen. Dus die ergens in het eerste kwartaal van 2020 te plannen, omdat anders heb je de scholing gedaan en duurt het vervolgens heel lang voordat je hem in praktijk kunt brengen. We zijn bezig om een portaal in te richten om alle regionale projectleiders daar toegang toe te bieden en waarschijnlijk ook op praktijkniveau, zodat je jezelf kunt aanmelden als huisarts, als praktijkondersteuner, als praktijkmanager, als praktijkassistent. En waarbij we dan ook de managementgegevens kunnen aanleveren, zodat we ook weten in welke regio de scholing goed gevolgd is. En waar eventueel nog regio's zijn waar een beetje gestimuleerd moet worden dat de scholing gevolgd wordt. Dus dat, daar helpen we ook bij. Dus dat was de vraag over de scholing. En de andere vraag. De scholing, het is natuurlijk een geaccrediteerde scholingsaanbod zullen aanleveren. Ja. Dat we er zeker voor zorgen dat het dus ook wel echt iets voorstelt. En op die manier ook telt voor je verplichtingen. En dat we de scholing ook zodanig aanbieden dat het wel mogelijk is om daar ook vanuit een regio zelf nog een draai aan te geven of een specifiek aansluitingsmogelijkheid
voor je eigen situatie mogelijk te maken. Ja. Ik had nog één vraag over de online inzage. En ik wil als uitsmijter, denk ik, toch nog de allerlaatste vraag stellen. Maar begin, die zal ik zo stellen na antwoord op mijn inzage. Die 20% en de open ambitie eind 2022 staat zelfs voor de 40%. Hoe zijn jullie erbij gekomen? Kan dat eigenlijk wel? Daar kan ik iets over vertellen. Sowieso, dat sluit ik weer aan op het volgende antwoord. Nadat we de scholing voor module 1 hebben opgeleverd, gaan we de scholing voor module 2 ontwikkelen en opleveren. En die gaat het met name daarover. Hoe doe je dat nou met patiënten stimuleren dat ze er gebruik van gaan maken? We weten daarover een paar dingen. We weten dat het kan. Er zijn huisartsen en regio's die dit percentage, die nu al een percentage van 40-50% halen. Dan kun je zeggen, ja. Dat zijn die enkele ICT-nerd die alleen maar digitaal wil communiceren. Dat gaat in mijn praktijk gaat dat niet op. Nou, dan heb ik toch een bericht dat er ook gewone huisartsen, zal ik maar zeggen, het zo langzamerhand wel lukt om percentage online dienstverlening en online deelname van patiënten op te krikken tot boven de 20%. En dan gebeurt er iets heel moois, want dan ontstaat er spontane groei. Zoals Maarten Klomp, huisarts in Eindhoven, zegt, op het moment dat het een gespreksonderwerp wordt op de verjaardagsfeestjes in de Achtste Barrière, dat is de wijk waar hij werkt, dan gaat het groeien. En zo is het ook. En we weten ook uit allerlei innovatieonderzoek dat die magische grens die ligt ergens bij 20%. Dan gaan mensen erover horen, gaan ze van de buren of van hun familie horen van, goh, online inzage, doe jij dat nog niet? Dat is hartstikke handig. Dus die 20%, daar moet je best werk voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Dat betekent dat je in het gesprek in de spreekkamer moet voeren over online inzage en wat kunnen we daarmee. Dat je assistenten aan de balie het moet kunnen uitleggen. Dat je praktijkmanager daar misschien wat activiteiten voor ontplooit. Uit een aantal regio's weten we dat proces van 0 naar 20%, dat je daar misschien wel een jaar of twee mee bezig bent. Die tijd hebben we ook. Daarom is ook met name de implementatiefase van het open programma, die is best lang. Dus na 1 juli 2020 hebben we nog 2,5 jaar de tijd om daaraan te werken. En het is veel werk. Maar ja, het kan. En je hoort allerlei anekdotes over mensen waarvan niemand had verwacht dat ze het zouden gaan doen, die de meest enthousiaste gebruikers blijken te zijn. Ik denk nog even de allerlaatste vraag die ik ik zie nog wel wat binnenkomen, maar daar zullen wij gewoon, zoals gezegd, op terugkomen. Ja. Maar wel naar aanleiding daarvan vraagt Mark Hartenveld dat zijn ervaring is dat huisartsen vooral bezorgd zijn over de verwachte telefoontjes en vragen van patiënten of uitleg over wat ze zien in hun portaal, omdat je voor elk veld zijn wel patiëntvragen te verwachten. Ja. Hebben wij daar onderzoek naar gedaan, naar de verwachte patiëntvragen, en hebben wij voorlichtingsmateriaal of gaan wij dat ontwikkelen richting patiënten? Ja. Dat is de laatste vraag. Ja, wij gaan daar zeker voorlichtingsmateriaal en scholingsmateriaal voor ontwikkelen. Dus ook een folder en iets voor op de wachtkamerschermen van wat is precies online inzage, wat kun je ermee en wat kun je er niet mee. Dat gaan we zeker ontwikkelen. Echt structureel onderzoek hebben we er zelf nog niet naar gedaan. We hebben wel gekeken naar wat is er voor onderzoek al bekend. Zodra we iets tegenkomen, zetten we het op de website. Dus als je op de website van Open kijkt over onder het tabblad over ons of over Open, dan staat daar een tabje wetenschap. En daar zetten we artikelen neer die het bewijs aanleveren hoe het werkt. Wat we weten uit een onderzoek in Nijmegen met onder huisartsen van een aantal jaren geleden al, die al heel vroeg waren met online inzage en ook met de introductie van een app voor hun patiënten. Daar hebben ze na 1 jaar aan alle deelnemende zorgverleners gevraagd: wil je doorgaan of wil je ermee stoppen? En er was er geen één die ermee wilde stoppen. Dus dat is wel hoopgevend, hè, dat het, als je er eenmaal aan begint, dat het best meevalt, geen pijn doet en eigenlijk ook wel handig is. En daarnaast hebben alle praktijken wel een anekdote van die ene patiënt die 3 keer per dag keek, om het 30 minuten belde, voor elke komma een vraag of een opmerking had. Maar daar blijft het ook bij anekdotes. En de meeste
En dan met die patiënt moet je misschien iets afspreken van is online inzage voor u wel eens een goed idee, want ik merk dat u er erg ongerust van wordt. In het algemeen zeggen heel veel huisartsen die het al een tijdje doen, of die ermee zijn begonnen, nou, ik viel eigenlijk ontzettend mee. Ik had van alles nog wat verwacht en dat gebeurde allemaal niet. Dus de ervaringsverhalen die zijn er voldoende en die zijn hoopgevend. Wij hebben deze week doen we een beoordeling van de aantal projectideeën van 5 gerenommeerde eerste lijns kennisinstellingen, wetenschappelijke instellingen. Dus in het kader van het open programma gaan wij ook wetenschappelijk bewijs verzamelen over wat het effect is van het open programma en wat we ervan kunnen leren met elkaar. En dus die kennis die gaat er komen en die gaan we ook natuurlijk, op het moment dat die er is, ter beschikking staan. Oké. En dat was de Er zijn nog een paar, maar ik gezien de tijd. Het is 2 uur. Ik denk dat we nog best veel verder in gesprek kunnen gaan. Dat kan ook. Wij hebben, als het goed is, heeft u een uitnodiging ontvangen voor een save the date van 21 november, waarin we van 10 tot 4 ergens in de regio van Utrecht ook weer met elkaar in leven lijven in gesprek zullen gaan. Dus ik hoop dat u daar ook bij aanwezig kunt zijn. En juist ook om al deze ervaringen die jullie opdoen, die wij, kennis die wij weer hebben om met elkaar te delen, om zo goed mogelijk het hele open programma vorm te gaan geven met elkaar. We moeten het echt met elkaar doen. Dus dank voor uw tijd. Goed jullie gesproken te hebben. En gelukkig hebben jullie ons ook af en toe nog gehoord. Yes. En jullie weten ons gewoon te vinden via de mail. We lezen onze telefoon. Mail. We hebben allemaal een telefoon. En houd ook vooral onze prachtige vernieuwde website in de gaten, waarin ook zeer veel informatie gedeeld zal worden. Ja. Hartelijk dank. Nogmaals excuses voor de technische hiccups. Maar ja, dan hebben we iets om over na te praten. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.